Ik vind het echt super interessant om te weten hoe dingen werken. Of het nou gaat om techniek, psychologie of bijvoorbeeld hoe je een bedrijf bestuurt. En als ik dat dan allemaal weet, maakt me dat dan intelligent? Nee, wel slim. Tenminste, als ik weet wat ik ermee moet doen. Om te weten wat intelligentie is, kwam ik op het model van Raymond Cattell uit. En hij beschrijft eigenlijk twee vormen van intelligentie. Allereerst vloeibare intelligentie. Het sterkt eigenlijk vanaf de geboorte tot het 30ste levensjaar. En stelt je in staat om verbanden te zien zonder ze te hoeven leren. En ten tweede gekristalliseerde intelligentie. En dat ontwikkelt zich tot ongeveer de 50ste levensjaar en komt voort uit leren. En levert dus enorm veel kennis op. Deze twee vormen van intelligentie lieten me eigenlijk nadenken over wat dat nou betekent voor bedrijfsapplicaties. Denk bijvoorbeeld aan ERP. ERP wordt eigenlijk al sinds de jaren 80 steeds intensiever gebruikt. En wat je eigenlijk ziet, is dat door dat gebruik en de ontwikkeling ervan, er enorm veel functionaliteit in die systemen zit. Ze zijn eigenlijk volledig in staat om complete bedrijfsprocessen end-to-end te automatiseren. Waar we nu eigenlijk voor staan, is de volgende stap. We hebben heel veel voelbare intelligentie, maar dat is dat we technieken die we gebruiken op internet, bij zoekmachines, denk aan machine learning, gaan gebruiken om die intelligentie te verrijken met de data die we erin stoppen, zodat we daarmee betere beslissingen kunnen nemen. En dat is eigenlijk een perfecte manier om de vloeibare intelligentie te combineren met gekristalliseerde intelligentie, waardoor onze applicaties steeds slimmer worden en we steeds betere keuzes kunnen maken. Want dat is nou precies waar het over gaat. Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, nee, het gaat erom hoe je het slim kan gebruiken. Mijn naam is Michiel Cox, ik ben Business Development Manager bij CETAC. En met de intelligentste ERP realiseren wij de slimste fabriek. Ben je benieuwd hoe wij dat doen? Neem dan contact met mij op.